Als je kind vraagt: Opa is dood, waar is hij nou? Dan kun je zeggen: Hij is een vlammetje in de zon geworden. Als opa een warme, vurige man was, is dat ook heel suggestief. Dat vuur van ons, het licht in ons, komt ergens vandaan. En het blijft ergens, in de zon, in die levensbron, die voor alle is, en die het aan alle weer uitdeelt. Daar blijft het. Bij wijze van spreken, natuurlijk. Het is beeldspraak, beelden en gelijkenissen, maar die meer zeggen over een mensenleven dan dood is dood en in ieder geval meer dan niets spreken over de geest van god met woorden als wind vuur licht levensadem of zeggen heilige geest moeder van alle levende vader van de armen dat is beeldspraak is de Heilige Geest de wind in de bomen, de stormwind die op de eiken valt, zoals liefdeshartstocht op mensen valt, naar een woord van Sapfo? Hartstocht van lichaam tot lichaam noem ik geen Heilige Geest, evenmin als de branding van de zee en de vuurgloed van de zon. Maar hartstocht voor gerechtigheid en vrede, gloed van ontferming. Dat noem ik Heilige Geest. Heilige Geest is kracht in mensen, een tegenkracht, warmtekracht tegen wat rigide, koud en van steen in ons is. Naarmate mensen zich meer verbinden aan elkaar. Voor goede en kwade dagen komt die heilige tegenkracht over hen. Als ze met elkaar op dood en leven onder één dak willen zijn en aan één tafel. Onder één dak en aan één tafel is beeldspraak en betekent bereid zijn om met de armen je brood te delen. Met ongelukkige je levenslicht. Kom, Heilige Geest, vervul de harten van uw gelovigen, en ontsteek in hen het vuur van uw liefde.